Een hele, hele goede morgen, lieve YouTube-kijkers van de Stofjes. Daar ben ik weer. Net even zo'n klein proteïnebarretje naar binnen gehengst. Wil je sporten? In de gym. Ik kom tot de ontdekking dat ik nog voor mezelf wat te bang ben om in het bos te gaan lopen. Vanwege mijn voeten. Misschien moet ik daar een keer opzij zetten en gewoon weer gaan proberen. Maar het is zo lullig als je dan in het bos bent met lopen en je krijgt dan last van je voeten, zodat je niet meer verder kan. Of dat je daardoor je uit je ritme raakt of iets dergelijks. Dat vind ik nou het vervelende aan dit stukje. Het kan ook goed zijn dat ik naar het bos ga en nergens last van heb en gewoon de boel uitloop. Maar omdat ik dat een paar keer meegemaakt dat je dan zo erg het op het moment dat je er dan overkomt, loop je al niet lekker. Dat zit dan een beetje tussen je oren. En dan moet eruit. Ik wil dat skippen, ik wil weer naar het bos. Ik wil morgens vroeg weer in het bos gaan hardlopen. Dat heb ik altijd prettig gevonden. En dat is nu eigenlijk een beetje op een dood spoor beland. Daar wil ik weer oppakken. Dus daar moet ik weer iets aan gaan doen. Alleen, fuck. Het zijn gewoon de dingetjes. Maar ja, en dan natuurlijk het programma. De voetbaltrainer. Leuk programma. Ik moet wel iedere keer mee lachen. Ik vind het ook wel lachen dat je dan zeg maar reacties krijgt op het moment dat je ergens komt. Hier bijvoorbeeld in Graven dat je komt van, hey, ik heb jou gezien in het programma. Tegen dat ze het programma kijken, dat sowieso. En dat ze je dan ook herkennen. Dat is wel lachen. Is wel iets aparts. Maar ook gewoon, ja, ik weet niet. Ik weet niet wat ik ervan moet vinden. Ik vind het gewoon best leuk om er naar te kijken. En de jongens van het voetballen, die hebben het er ook over. Af en toe vind ik het een beetje lala. Maar over het algemeen, ik vind het wel grappig. Zeker als je het dan ziet, je weet natuurlijk niet van tevoren wat ze laten zien en hoe dat je in beeld komt. En dat zijn al van die dingetjes, het onverwachte wat je dan ziet. Maar het leuke eraan vind ik dan uiteindelijk dat je diverse reacties krijgt. Hetzij of via mijn zoon of mijn dochters of zo van, ik heb je vader gezien. En laat ze een screenshot zien of iets dergelijks via app of via wat dan ook. Ah, zo lachen. Ik vind het lachen. Ja, dat was gisteren ook weer zoiets. Ja, dan de man van mijn nichtje zo van, ik heb je gezien. Oh, volgens mij was dat mijn zwager. Van, ik heb je gisteren gezien bij VI, het voorprogramma, bla bla. Oké. Ja, kijk, ik kan natuurlijk niet alles kijken. En VI op zich kijk ik niet zo heel erg vaak. Ik vind het... Ik weet niet. Ik heb een aantal keren geprobeerd te kijken naar VI. En iedere keer, of het is dan echt toeval dat als ik dan kijk dat Johan Derksen dan altijd weer afgeeft op PSV. Of dat dit niet goed is, of dat niet goed is, of zus niet goed is. Misschien dat het nou anders is omdat ze nou wel weer goed functioneren en dat het nou wel weer beter gaat. Misschien praat hij er nou anders over, maar... Ik weet niet, dan heb je toch op een of andere manier, weet ik niet. Hij heeft ook wel eens goede dingen, goede quotes over andere zaken. Maar nee, er komt bijna nooit iets goeds uit die man. Over het een of andere. Moet er altijd een moment zijn dat die iemand of aan de afkraken is of zegt van dat kan echt niet. Terwijl hij zelf bij een spreekwoord van een bepaalde leeftijd is en daar ook helemaal niks meer mee kan. Maar goed, ja, het schijnt dan zo te moeten. Ik weet het niet.
uiteindelijk bleek dat wel een klein beetje het succes van het programma te zijn. Want ja, het loopt natuurlijk al jaren. Dus ja. Maar nogmaals, ik kijk voor je verder niet zo vaak. Dus alleen ja, morgenavond dan natuurlijk weer de voetbaltrainer. Gaan we even kijken wat ze dan weer laten zien. Ik ben best wel benieuwd. Oh ja, ik heb gisteren een motorritje met mijn dochter gedaan. Die had weer iets leuks. Die had iets leuks bedacht. En die had iets leuks bedacht met de helm. Daar hebben we gisteren een proefritje gemaakt. En hij is wel lach. Volgens mij past dit perfect. Ik zeg, past prima. Nee, gisteren een ritje gedaan met mijn dochter en ja, dat was wel leuk. Ze had dan iets gekocht en ja, dan moesten ze natuurlijk morgen gisteren even testrijden. Dus ik zal eens even wat foto's laten zien, zoals deze. En zoals deze. Ja. Nou, daar heb ik ook een filmpje van gemaakt. We hebben ook een motorfilmpje gemaakt. Dus die gaan we ook eventjes doen. Het gaat leuk worden. Het gaat leuk worden. Nou, bij deze zou ik zeggen, het was weer een kort gesprekje. 7 minuten zet ik nou. Dan zien we de volgende keer weer. Ik ga nu in ieder geval stoppen. Deze ga ik even wegleggen. En dan gaan we vanmiddag een wedstrijd spelen tegen Unitas. Ik ben benieuwd wat het gaat worden. Ik ben echt benieuwd. Tweede competitiewedstrijd vorige week 2-2 tegen Nemelaar. Had echt niet hoeven. Maar goed, het is nou eenmaal gebeurd. Begin van de competitie. We zullen wel zien wat staat. Ik vind wel dat wij gewoon persoonlijk technisch erop vooruit zijn gegaan. Qua, niet alleen qua trainen, maar ook gewoon qua spel. Wat beter bij ons past dan vorig jaar. Niks te nadelen van Ton van vorig jaar. Dat is gewoon een hele andere trainer, een hele andere insteek, een hele andere. Dus iedere trainer heeft wat. Maar deze. Ik heb het idee dat deze trainingen beter bij deze groep passen dan wat Ton de afgelopen 2 jaar heeft gedaan. Maar goed, het is een idee en een gedachtegang van mij. Dus ik weet niet of dat het dat op die manier. Of dat het binnen de groep ook zo op die manier leeft. Ik denk van wel. Maar goed, we zullen het wel zien. Vanmiddag eerst maar eens even Unitas. En dan kijken we daarna weer. Dus bij deze zou ik in ieder geval zeggen. Tot de volgende keer. Even duimpje omhoog. Even abonneren op mijn kanaal. De stofjes. En dan zie ik je volgende week weer terug. Ik zeg tot de volgende keer. Ik zeg tjoe.